Het ministerie van Economische Zaken heeft gisteren overleg gevoerd met ondernemers en importeurs uit de bandensector over regulering en prijsbepaling. Afgesproken is dat de Economische Controledienst, ECD, bandenzaken zal blijven controleren en dat de relevante documenten beschikbaar moeten zijn. De prijzen van tweedehandse autobanden worden berekend op basis van importdocumenten en gecontroleerd door het ministerie in lijn met de wet prijszetting en prijsbewaking. Elke bandenzaak moet een prijslijst duidelijk zichtbaar plaatsen. Prijzen kunnen variëren door verschillende kostencomponenten. Judith Brille presenteerde op 21 mei 2024 in de Nationale Assemblée de bevindingen van de 8e Internationale Parlementariërsconferentie over SRHR, gehouden in april in Oslo. SRHR staat voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op de conferentie, gericht op het ICPD-actieprogramma en de rol van UNFPA. Dat werden de uitdagingen, vooruitgang en best practices besproken. Parlementariërs stelden vragen over hun rol, gemeenschapsbetrokkenheid en wetgeving, waarbij het belang van samenwerking tussen alle belanghebbenden werd benadrukt. Het ministerie van Openbare Werken heeft op 24 mei 2022 het project Planting 1 Million Trees in 5 Years ingeluid. Het doel is om jaarlijks 125.000 bomen te planten in alle districten, behalve Sipaliwini, om de toekomst duurzamer te maken. President Santokki en verschillende ministeries ondersteunen het project, waarbij ook bedrijven, NGO's en individuen betrokken zijn. Elk huishouden kan een fruitboom krijgen en bij de boomkeuze wordt rekening gehouden met bodemvoorzieningen en wegveiligheid. Tot zover de lokale informatie in het ANTV-journaal.